hoe komt het dat ik al begrijp wat het echte gevaar is van de opwarming van de aarde? En dat de grote mannen in pakken die voor ons zouden moeten zorgen, precies nog geen enkel idee hebben. En nochtans, het is eigenlijk simpel om uit te leggen. Sinds de uitvinding van de machines en zo is de temperatuur op aarde gestegen met nu al meer dan 1 graad Celsius. En daar kunnen we nu al niets meer aan doen. Want een planeet afkoelen, dat is dus echt wel onmogelijk. Dus je zou denken dat de grote mensen wakker schieten. Maar nee, ze bouwen gewoon meer en meer machines en fabrieken die de boel altijd nog maar meer vervuilen. Ook al schrijven alle professors en wetenschappers dat de aarde nu al met nog eens een halve graad meer zal opwarmen. De mannen in hun kostuum lezen die rapporten, maar veel meer lijken ze niet te doen. Iedereen is precies gewoon aan het wachten. Maar het is zoals met de zee die opkomt. Je weet toch min of meer wat er gaat gebeuren? Zoveel mensen zullen moeten vluchten. Er komt zoveel miserie, orkanen, overstromingen, maar ook hittegolven, droogte en honger. Heel de natuur uit zijn evenwicht. En dan beginnen ze toch nog snel eens de rapporten te lezen. Maar het echte probleem hebben ze precies nog altijd niet door. Want weglopen zal niet eens meer kunnen. Dus we moeten gewoon hun kop uit het zand trekken. Er een tekeningetje bij maken. Kijk, dus de aarde is nu al gemiddeld meer dan 1 graad warmer. Maar als de temperatuur maar blijft stijgen, tot op een gegeven moment 2 graden warmer, dan gebeurt het. Dan begint de planeet zichzelf op te warmen. Sneller en sneller en sneller. Dat is wat ze noemen het omslagpunt. Dan kunnen we niets meer doen. Dan is het totaal uit onze handen, zeggen de professors. Maar ze zeggen ook dit. We hebben nu nog wel tussen de 4 en de 10 jaar om ervoor te zorgen dat we dat omslagpunt niet bereiken. Dus we moeten het nu gewoon luid roepen en in grote letters schrijven. Zeggen jullie het dan alsjeblieft? Want naar mij zullen ze wel niet luisteren. Stuur dit clipje naar iedereen die je kent en elke politicus die je kan vinden. Met jouw grote vraag. Een bindende klimaatwet met jaarlijkse drastische verminderingen in emissies. Ga naar de site thebigask.be en let's act now.